ik heb mijn eerste voorkeur kenbaar gemaakt. En ik hoop wat de SP-fractie betreft dat er een kabinet gaat komen dat het belang van het herstel van de gemeenschap voorop heeft staan en het aanpakken van het doorgeslagen individualisme in de samenleving. En naar mijn optiek kan dat alleen maar met een centrum-links kabinet. Dat zal een kabinet dan zijn van 6 partijen zonder de VVD. Ik ga voor een inhoudelijk kabinet dat de problemen kan gaan aanpakken in de samenleving. En daar heb je het herstel van de gemeenschap in de samenleving hard van nodig. En dat zie ik niet bij partijen als de VVD. En ik heb ook wel eens een kabinet gezien met 2 partijen die het ook niet volhielden. Dus stabiliteit zegt niks. En welke 6 partijen doelde u op? Nou, dat is naast de 3 linkse partijen zijn dat ChristenUnie, CDA, D66. En je zou mogelijk ook aan de Partij van de Dieren kunnen denken. Ik kan tellen, ik kan rekenen. Ik weet ook wel dat dat niet de eerste optie is bij een heleboel andere partijen. Dat is de harde realiteit, dat weet ik. Maar dan wordt mij gevraagd wat mijn eerste voorkeur is. Niet wat ik meest realistisch inschat op dit moment. Dus dat er misschien eerst een andere optie onderzocht gaat worden. Ja, dat lijkt mij logisch. Dat is alleen niet mijn eerste voorkeur. Ja.